lekkere vlindertje. Ik heb me serieus moeten inhouden om haar direct met vleugels en op te vreten. Vlinder in de buik. Maar met wat geduld kan ik deze vlinder doen hervrienden. En heb ik onmiddellijk een feestmaal met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Ja, ja, dat zal smaken. Tot ziens in het vermoed. Te maken. Is dat niet gevaarlijk en dan zo midden in het bos? Straks zeggen ons het bos in de fik. Natuurlijk niet. Laat dat maar aan ons over. Tanny en ik zijn ook bij de scout geweest. En je weet, die zijn super handig. Ja, en super voorzichtig. Oh. Dit wordt onze slaapplaats. Tanny, jullie verzamelen hout voor het kampvuur. Saskia en ik zetten ons daar op die paddenstoelen om alles wat te bespreken. Zeg Danny, je moet wel niet met de blokjes spelen, hè? Examenen is al voldoende. Slapen.
Niks van! Hoe vlugger we die tweede pakken en hoe vlugger naar huis kunnen. Hup, hup! Notenreep, notenreep. Geef mij maar een dwars. Fons, zeg dat de grapjes. Zo dan kunnen die twee toch niet zijn? Nee toch, Danny en Danny. D, D. Dom, dommer. Gelukkig zijn die niet met drie. Niets op. Ik ben tegen geweld.
Ik dacht het voor een wedstrijd. Een vliegwedstrijd. Je hebt dan zeker de leukste thuis. Maar goed, truislakken als jij versla ik op één vleugel. Maar goed, als je dan toch belachelijk wilt maken, zeg me waar en wanneer. Goed, zorg dat je morgen, als de zon op zijn hoog staat, aan de vlinders terug bent. We spreken dan wel verder de spelregels af. Jij bent zeker de leukste thuis. Zie je, juffetje. Ik ben zelden die ben en ik vlieg super snel. Zo'n opschepper vindt je niet storm. Hij vindt zichzelf stukken beter dan alle andere dieren. Maar wat nu? Wat moet ik doen? Ik kan hem nooit verslaan. Waar ben ik toen aan begonnen? Ik heb het einde van jullie gesprek gehoord en ik denk dat ik een plan heb. Wie sterk is, moet slim zijn. Zeg maar, sinds wanneer laat je lichtje overdag branden? Dat lijkt me ook niet zo slim hoor. Ga jij ook al beginnen? Trouwens, het is veel gemakkelijker om het te laten branden. Ik heb ook geen zin om het altijd aan en uit te doen. Maar kom, dan vertel ik jullie mijn plan. Als het zo, die geluiden daar in de nacht. Ja, ja. Die zo slaap als een blok. Ik ben zo cool. Ik ben zo sterk. Ik ben zo cool. Ik ben zo sterk. Ik ben zo queen. Wat is daar nou aan? Niet veel, maar ik heb mij laten vertellen dat zatte naalden libel er zonder moeite 4 naar binnen kan kiezen. Maar ja, hij is dan ook de sterkste libel van de hele streek. Wat? Zatte naalden libel, de sterkste libel van de hele streek? Ik ben de sterkste libel! Dat zeg je, maar heb je het ooit al eens bewezen? Ik geloof er geen sikkepit van. Een grote mond opzetten, ja, maar het ook eens doen, dat is wat anders. Wacht maar, je zult wel gaan zien. Ik drink 5 glazen nectar. Allee, waar blijven die glazen? Puffer zal meegaan om te controleren of je al 5 glazen opbrengt. Zie je wel, hij trapt erin. Zatanaal die drinkt te veel, omdat hij anders niet kan slapen. Na 4 glazen snurkt hij heel de middag door als een beer. Daar zal het doen. Voilà. Die 5 glaasjes zijn binnen en alle dieren zijn al op weg naar het parcours om te supporteren. Ze willen een winnaar zien en ze zullen er een zien. Sal, yes. Ja, kom, laten we direct beginnen. Ja, en ik heb zo'n zorgen met onze superlampen voor sfeerverlichting langs het parcours. Lekker gezellig, hè? Ik voel me al helemaal in de kerstsfeer. Ik vind dat toch mijn energieverspilling, hoor. Zou je niet ontploffen? Is dat nu gedaan over onze gezellig, over onze lampjes? Ik zou denken dat jullie allemaal
allemaal jaloers zijn. Het brandt en het blijft branden, begrepen? Oei, oei, ik mijn neus niet al bij, hoor. Je zult wel zien. Maar kom, nu de wedstrijd. We beginnen aan deze boom en vliegen 10 rondes rond het hele genoot. Saal, Puffer, hou jullie klaar. 3, 2, 1, stop! Gepopt! Zeg, flauw plezante, bedankt zeker dat je de leukste bent. Oké, goed. Tweede keer, goeie keer. 3, 2, 1, start! Moet je aan die vliegen? De gek! Het zal niet meer lang gaan duren voor alleen de slaapruimte zal beginnen werken. Allee, zal ook maar eens vertrekken, zeker. Tot straks. Zet de champagne maar aan klaar. Eerste ronde erop. Die Puffer zit minstens een halve ronde achter. Ga niet slakken. Het zal me geen tweede keer uitgaan. Salut! Ben je slaapdrankje al? Nee! Oei, dan moet ik toch wat sneller aan het duwen. Tot straks! Oei, oei, ik denk op slaapdrankje toch niet waard. Vijfde ronde erop. Halfweg. Maar Puffer, je straalmotoren vergeten? Kom aan, manneke. Nog 7 rondjes gezeten. Weet je wat? Je mocht die 2 rondjes achterstand terug inhalen. Vertrek maar al. Ik zet me hier wat tegen het cola-blik en rust wat uit. Straks zullen we hem nog wat uitlachen. Ik zit te laat.
leven. Eerst het mijne en nu dat van Dracula. Oh, ik ben dol op ridders, zo romantisch. Ik vraag me wel af hoe al die zuurstof in het water is kunnen verdwijnen. Ik denk dat ik het weet. Ik las een artikel in de krant. Wij mensen gebruiken te veel kunstmest. Dat komt allemaal in het grondwater terecht, dus ook in jullie vijver. Daardoor zijn de algen en de waterplanten plots heel hard gaan groeien. En die hebben al de zuurstof gebruikt. Dat betekent inderdaad bijna het einde voor de Dracula. Als we terug in de mensenwereld zijn, schrijven we een brief naar de minister om het probleem op te lossen. Kom. Water wel eens over. Uw applaus voor de waterjuffers van het eerste